De familie Poppen, papa Kenneth, mama Christel en hun dochter Evie. Als ze kunnen, komen ze op vrijdagavond nog eens samen snowboarden in Terneuzen. Ik heb hier eerst leren snowboarden en mijn papa heeft me die bochten aangeleerd. En hij heeft me dan de hele tijd lesgegeven. En nu sta ik hier terug als 15-jarige. Een 15-jarige met wel een gouden medaille op de Jeugd Olympische Winterspelen. De piste in Terneuzen biedt Evie nog weinig uitdagingen, maar ze komt hier graag haar techniek bij schaven. Op de rails kunnen we wel uitdagingen vinden, maar op de kikkers, hier zijn die natuurlijk te klein om de grotere tricks op te oefenen. Dus moeten we wel naar het buitenland gaan. Het is natuurlijk niets in vergelijking met haar Olympische run van 2 weken geleden in Lausanne. Daar pakte ze goud in de slopestyle. Een prestatie die ze dankt aan haar overstap naar de topsportschool in Antwerpen. Op de topsportschool leer je ook andere dingen bij, zoals in de fitness werken. En ook op school geven ze betere pakketten van huiswerk mee. Want op een normale school houden ze er eigenlijk geen rekening mee van hoe een dag er eigenlijk uitziet in de bergen. En ik moet wel zeggen, op de topsportschool doen ze het echt heel goed met huiswerk meegeven en zo. En ik ben echt blij dat ik daar nu zit. Want anders zou ik ook, denk ik, geen gouden medaille hebben kunnen behalen. Het zijn haar ouders die haar de microbe voor het snowboarden meegaven. Al heel vroeg, toen ze 4 jaar was. Daarna volgden veel reisjes naar de bergen. Een zware investering, maar het was duidelijk dat Evie talent had. Zeker voor omstaanders. Overal waar we kwamen, ook in het buitenland, vooral in het buitenland, kwamen ze naar ons en zeiden ze altijd dat Evie enorm veel talent had. En om duur is dat balletje verder beginnen blijven rinkelen. En zo is het geëvolueerd eigenlijk. Mijn papa die ging altijd mee met mij naar de wedstrijden ook, toen ik nog klein was. Die reed dan met mij helemaal naar Oostenrijk of Zwitserland of Italië. En mijn mama moest dan meestal werken in het weekend, maar nu op zo'n grote wedstrijd zijn ze natuurlijk alle twee meegekomen en dat is heel veel voor mij, dat betekent heel veel voor mij. En ik hoop dat dat nog mag gebeuren in de toekomst. Zoals op de gewone Olympische Winterspelen in 2022. Daar hoopt Evie zich de komende jaren voor te kwalificeren.